De openbare vuilstortplaats Ornamiwo wordt vervangen door een sanitaire landfill. Tijdens een Sanitary Landfill Stakeholders Meeting vandaag in het perscentrum van het kabinet van de president is gebrainstormd over de locatie waar de landfill zal worden opgezet. Het Nationale Coördinatie Milieubeleid van het kabinet van de president is belast met de coördinatie van het project. De regering is het erover eens dat afvalbeheer anders moet plaatsvinden dan het storten en bedekken, zoals dat nu gebeurt op Ornamiwo. In feite is het opzetten van een nieuwe sanitaire vuilstortplaats een tweede optie, nadat de overheid optie nummer 1, het Waste-to-Energy project idee, maar niet van de grond kon krijgen. Ons land dreigde daarbij een schenking van ruim 1,3 miljoen US dollar van het UNDP GEF-fonds mis te lopen, zegt Heidi Berenstein, coördinator en adviseur milieubeleid bij het kabinet van president. En dat willen we niet. We krijgen een schenking. Waarom laten we 1, zoveel miljoen gaan, terwijl we een probleem hebben? Toch? Nou, Ornamiwo heeft in een maatschappelijke behoefte voorzien, maar is qua bodem en ligging absoluut niet geschikt voor het doel waarvoor het wordt gebruikt. Vandaar dus al die onderzoeken die vooraf hebben plaatsgevonden. Men wist dat Ornamiwo in principe verhuisd moest worden. En dat wist men al jaren geleden. Maar er gebeurde niets. Nou, die bodem daar is lek, omdat die niet de dikke kleilaag heeft die een landfill moet hebben. De Pararivier, die bijna op steenworpafstand ligt, is daardoor volledig vervuild. De universiteit heeft het bewijs geleverd. Er is onderzoek gedaan in de Pararivier en het is totaal vervuild. Er leeft volgens mij niets meer daar. Niets kan daar leven. En gevaarlijk afval wordt er gedumpt. Allerlei vormen van afval worden daar verbrand door afvalverzamelaars met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. Volgens Berenstein zal de sanitaire landfill zeker voldoen aan de vereisten. Een van de voordelen is zeker werkgelegenheid, maar dan op een ander niveau, zegt de milieubeleidcoördinator. Het milieu zal minder belast worden en de gezondheid van de bevolking zal minder worden aangetast door de nieuwe milieuvriendelijke en mensvriendelijke wijze van afvalverwerking. Technologie met betrekking tot milieuvriendelijk afvalverwerken zal beschikbaar komen voor de Surinamers. Er zal intensieve ontwikkeling van de menselijke capaciteit plaatsvinden door toepassing van de nieuwe technologieën. De infrastructuur voor afvalverwerking zal gereguleerd worden, verder gereguleerd worden. De nieuwe infrastructuur van de sanitaire landfill zal worden onderhouden, omdat er nu duidelijke regels zullen worden opgesteld. Die moeten worden nageleefd met betrekking tot de operatie en het beheer van deze nieuwe sanitaire plant. De publieke bewustwording zal verhoogd worden en kennis en informatie zullen beschikbaar komen voor het maken van beleid. Want dat hebben we nodig. Heidi Berenstein, coördinator en adviseur milieubeleid bij het kabinet van de president. Ze sprak in het perscentrum van het kabinet van de president in verband met de opzet van een nieuwe vuilstortplaats in de vorm van een sanitaire landfill.